Hallo lieve weegschaal, welkom bij jullie maandreading van mei 2024. We gaan vandaag kijken wat er in het energetisch veld naar voren gaat komen voor jullie voor de komende periode. Mocht je deze video op een heel ander moment zien, weet dan dat er ook een boodschap voor jou in kan zitten. Want het blijven tijdloze berichten, ondanks dat deze reading van mei 2024 is. Voel even aan in welke tijdlijn jij zit. Heb je het gevoel van, nou, dit sluit niet bij mij aan? Laat het dan gewoon lekker los. Kijk dan bij je maanteken, je venusteken, ascendant of noordelijke maanknoop. Dit kun je door middel van je geboortehoroscoop uitrekenen. En dan heb je nog een passendere boodschap waarschijnlijk voor je, die op jou ligt te wachten. Zoals je ziet, liggen er al kaarten op tafel. Deze heb ik tijdens een voormeditatie al geshuffeld, zodat ik op beeld meer tijd heb om dieper gelijk in te gaan op de reading. Dus we gaan ook gelijk beginnen. We krijgen als eerste Happy Family, kaart 4. Mooie regenboog op de achtergrond, een stukje emoties in balans. Voelt voor mij ook wel een beetje als de 10 van bekers. Overvloed, liefdevolle energie. Misschien ga je wel op vakantie. Of ben je op vakantie? We gaan eens even verder kijken. We hebben Animal Guardians, Trust Your Instinct. Dus vertrouw je instinct. We hebben Guardian Angel, You Are Not Alone. Dus je bent niet alleen. Oh. En we hebben gelijkgestemde. Ben dankbaar voor deze magische verbinding. Deze zijn zeldzaam en kostbaar. Koester deze in je hart. Heel mooi. Nou, lieve weegschaal, er gaat een mooie tijd komen als ik dit zo zie. Maar we gaan eens even kijken met de tarot wat er nog aan toegevoegd mag worden. Oké, wat mogen we weten voor de lieve weegschaal voor mei 2024? Oh. De 2 van staven. Oké, ster op kop. Mag ik daar gelijk een verklaring bij? Oké, verklaring is 8 van munten, de 4, of de aas van munten en de temperance kaart. Oké. Wat ik heel erg sterk voel is dat er eerder een bepaalde wens uit is gesproken. Waarbij jij een beetje een soort bepaald verlangen of zo uit hebt gesproken, maar niet vanuit je spiritueel hart. Dus je hebt ergens een bepaalde manifestatie of wens uitgesproken, wat toen de tijd misschien passend was voor jou, maar die dus niet meer bij jou past op dit moment. En daar ga je de komende tijd een ontkoppeling in zien. En als dat ontkoppeld is, dan kan er weer dingen gaan stromen. Vooral aan jezelf blijven werken is een heel mooi gebaar. Nieuwe kansen die je gaat krijgen ook aan gaan grijpen. Waardoor je ook merkt van oké, er zijn veel meer mogelijkheden op mijn pad die verwezenlijk kunnen worden. Maar ik heb daar wel een bepaalde geduldfactor voor nodig om dit ook in te gaan zetten. Wil daarin dan niet te snel, maar voel dan ook duidelijk aan van oké, hoe kan ik dit verwezenlijken? Wat is de stabiliteit hierachter? Waarom stagneert hier iets? Het voelt voor mij dat je innerlijk nog ergens op aan het wachten bent. Dit kan bewust zijn, maar dit kan ook zeker in je onderbewustzijn zitten. En dat heeft te maken misschien wel met de verbinding op zielsniveau met een gelijkgestemde of een partner of wat dan ook. Hè. Kan op meerdere facetten natuurlijk naar voren gaan komen. Ik pak er nog even een kaartje bij. Kijk eens, de communicatiekaart. Onderkant dekt de wereldkaart. Er gaat een voltooiing binnenkort plaatsvinden, mits je dus ook intuït dat jij onbewust of bewust nog ergens aan gekoppeld zit. En die uitspraak die jij dus eerder hebt gedaan qua wensen uitspreken, die gaan dus nu ontkoppeld worden. En dat komt omdat jij meer in je eigen zelfverzekerdheid gaat staan. Waardoor je dus ook inziet van oké, dit is de reden waarom iets toen niet werkte en waarom het nu ook niet meer gaat komen. Dus als je de focus daar af gaat halen, dan zul je ook merken dat je een nieuwe kans en nieuwe ruimte gaat krijgen om die kans ook aan te gaan nemen. Dat gaat dan ook door middel van
andere communicatiefactoren gecommuniceerd worden. En denk dan bijvoorbeeld aan boodschappen doorkrijgen door middel van een brief, een mail, iets anders. Hè. Het kan ook zijn door middel van boodschappen, synchroniciteit, dingen in je dromen. Er kan heel veel komen de komende periode in jouw leven qua communicatie. Dus het heeft meerdere facetten waarop er gecommuniceerd gaat worden. Nu kan het zijn dat je misschien iemand kent waarmee jij een hele fijne klik hebt, die dan misschien in gesprek iets vertelt, waardoor er bij jou weer een kwartje gaat vallen, of waardoor er bij jou iets in werking wordt gezet. En dat is het vertrouwen hebben op het juiste. Intuïtief weet jij heel veel, heb je heel veel kennis, maar sta je ook in directe verbinding met de spiritwereld. Met het hogere goed, met het universum, hoe jij het ook wil noemen. Hè? Je hebt echt een sterke connectie al daar lopen. Dus er loopt een lijntje en het enige wat jij hoeft te doen is het ontvangen op het moment dat ze iets door willen geven. Je krijgt de Hermit in combinatie met de 9 van bekers. Dat geluksmoment kan er weer gaan komen, mits jij dus wel uit jouw hermitpositie gaat. En dan doel ik meer op van hier zit je nog in die afwachting op iets wat er gaat komen. Hier zit je nog in een innerlijk stuk, terwijl het juist de bedoeling is om nou weer naar buiten te treden, het leven te gaan omarmen en te gaan genieten voor hetgeen wat voor jou bestemd is. Jij hebt ontzettend hard aan jezelf gewerkt, nu mag je ook weer een stukje geluk gaan omarmen. Dus ga er meer op uit, ga genieten, ga weer iets plannen voor jezelf. Misschien vind je het heel fijn om naar de sauna te gaan of lekker uit eten of wat dan ook, maar heb je de financiële middelen even niet. Maak een potje, stop daar elke keer het weekgeld in wat over is aan boodschappen of wat dan ook. En dan heb je ook een doel om naar te werken. Heb je wel de financiële middelen, maar hou jij gewoon geen rekening in je agenda dan mee? Blokkeer dan een bepaald stuk in je agenda en dan zet je in ik-tijd. Dan is het jouw tijd. Tijd om voor jezelf te kiezen wat je in de, al is het maar een uurtje, wat je op dat moment wil gaan doen. Wil je op dat moment lekker naar het bos toe, dan ga je dat doen. Maar hou je eigen dan ook vast aan dat moment. Kijk, heb je de ruimte wanneer je wil gaan om dingen te kunnen doen, dan zou ik dat zeker helemaal gelijk inzetten, hè? Maar ik kan ook voorstellen dat sommige mensen afhankelijk zijn van mensen om zich heen. Misschien een werkverbinding waarmee jij dus minder vrijheid hebt. Misschien is het een gezin waar je aan gekoppeld zit. Misschien ben je mantelzorger. Noem maar op, hè. Maar dan nog zijn er altijd mogelijkheden. Al ben je bijvoorbeeld mantelzorger of al ben je fulltime papa of mama of alleenstaand of wat dan ook. Er zijn altijd mogelijkheden om voor jouzelf tijd te gaan creëren. Om bijvoorbeeld een oppas te regelen. Of iemand anders even een uurtje jouw taak over te laten nemen. Er zijn mogelijkheden, maar het is wel zo dat jij die mogelijkheden dan ook aan mag gaan roepen. En dat is wat ik hier zie. Want je mag het aan gaan roepen. Je mag het naar je toe gaan halen dat er anderen ook wat hulp en ondersteuning mogen gaan bieden. En als je dit uit gaat spreken, ik wil heel graag eigen tijd, maar ik voel dat daar nog geen ruimte voor is. Ik wil graag dat er ruimte gecreëerd wordt. Als je dit uitspreekt, elke keer tijdens een manifestatie of wat dan ook, dan kun je zeggen, ik wil dat er ruimte wordt gecreëerd voor mijn eigen tijd. Dus als je alles in het positieve gaat zeggen, dus alleen dan het stukje wat je zou willen bereiken in een positieve zin. Niet van, ik kan dit nu niet omdat. Nee, ik wil graag ruimte krijgen voor mijn eigen tijd. Of ruimte krijgen voor mijn eigen ontwikkeling. Of hoe jij het dan ook uit wil zetten. Maar dan in een positieve vorm neerknallen. En dan zul je merken dat er heel veel naar je toe kan komen. De Lovers komt op kop. Dan pak ik daar gelijk een kaartje bij. Oh. Oké. De Lovers komt op kop omdat het nog niet de tijd is om met iemand op liefdesvlak te verbinden, mocht je als single kijken. Dus mocht dit jouw reading zijn, dan is er iets nog niet aan de orde, omdat er ergens nog iets zit waar je aan mag werken.
Ik ga eens even kijken of dat ik daar iets helderheid in kan krijgen waarom iets nog niet is. Ja, dat is echt het nieuwe pad gaan bewandelen. En iets nieuws voor jou uit gaan stippelen. En als je dat gaat doen, dan kun je ook bepaalde weerstand loskoppelen. Veel page-energie komt er in de mei-readingen naar voren. Maar dat heeft te maken met ontkoppeling van lasten. Ontkoppeling van patronen. En de mensen die nu aan het kijken zijn, kan goed zijn dat jij iemand bent die het karmische stuk uit dit leven, maar ook uit vorige levens, mag doorbreken. Je mag meer in jouw leiderschapsrol gaan staan, want we krijgen de keizer aan de onderkant hek. Je mag de leiding en het hef in handen gaan nemen van je eigen leven. Nu is het wel zo dat de muntenenergie een tragere energie is. Dus het heeft wat vertraging op de lijn als ze dan gaan kijken naar het stukje romantiek. Er is dus ergens een conflict of een teleurstelling geweest. Misschien een verlangen naar een persoon waar je heel graag mee samen wil zijn. Maar het geluk zit in jou. Die happy family begint bij jou. En jij kunt iets creëren naar een next level. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat jij de schakel ziet. Wat wel mogelijk is en wat niet mogelijk is. Naar buiten treden, aan jezelf blijven werken. En dan op liefdesvlak zul je automatisch al meer uitzuivering gaan doen en open gaan staan. Maar daarvoor is het belangrijk dus wel eerst in je kracht te komen. Bepaalde ballast wat je nog steeds met je meeneemt te ontkoppelen. We krijgen de Chariot, kreeft en vissen energie. Maar we krijgen ook gelijk weer de 10 van staven erbij. Oké. De Sfinxen liggen hier nog in een rustpositie. Dus er zit nog geen stroming in. En dat komt omdat jij eerst in mag zien wat nog als zwaarte in jouw systeem meegaat. Nu heb je misschien het gevoel, ik heb alles al uitgezuiverd en ik ben al heel ver en ik snap dit niet. Nou, dan is het een dieper laagje die je weer door dient te gaan. En dat kan dus ook een laagje uit een vorig leven zijn. En als je dat hebt gedaan, dan ga je succesvol zijn. En als ik dan ga kijken, ik krijg onderkant dek weer de 9 van bekers. Het geluksmoment, dan pas kan er een soulmate of iemand naar je toe gaan komen. Maar daarvoor is het nu even nog niet de tijd. Ridder van Staven voelt als mij, als jouw eigen energie, dat je een bepaalde passie weer terug gaat krijgen. We krijgen weer de 8 van Staven, communicatie. En we krijgen onderkant dek de 2 van bekers. Soulmate verbinding, next level, hè? Dus echt een diepe zielsverbinding. Dus er is een stagnatie op een verbinding waar jij nog aan gekoppeld zit, die dus niet meer in jouw systeem hoeft te zitten omdat het niet meer voor jou bestemd is. Of een wens die je uit hebt gesproken omdat het in de verkeerde trainingsenergie was, dat het ook niet naar jou toe kan gaan komen. Vooruitgang ligt er hier. Maar daarvoor is het belangrijk om jezelf in de ogen aan te gaan kijken van oké, ik wil vooruitgang. Wat dien ik daarvoor te doen? Wat mag ik dan eerst aan gaan kijken? Wat is daarvoor nodig? Nou, we hebben hier 2 keer de 10 van staven. We hebben 2 keer de 8 van staven. We hebben 2 keer de 9 van bekers al op tafel liggen. Dus er is een gigashift aan de hand op dit moment. Maar het is aan jou, ga jij er iets mee doen, ja of nee? Neem ik het hef in eigen handen? Ga ik de pas bewandelen die ik mag lopen? Kan ik ontkoppelen en ook met oprechtheid in de spiegel kijken van oké, deze verbinding houdt me inderdaad nog tegen? Of deze verbinding heb ik niet meer nodig en kan ik ontkoppelen? Want er is een blokkering. En die blokkering in een bepaalde verbindingsenergie, die blokkeert jou om echte liefde te ontvangen. Terwijl hier wel de 2 van bekers ligt. Die divine counterpartner ligt hier. Dus de mogelijkheid in het energetisch veld is aanwezig. Dat jij met de ware zielsverbinding te maken gaat krijgen. Maar daarvoor is het belangrijk om dit te ontkoppelen. Hier ligt nog steeds de 9 van bekers. En dat voelt voor mij als die happy single kaart. Hè? Dat je eerst in die kracht mag staan. Zit je in een gezonde relatie, dan kan dit op een andere vlak ook gelden natuurlijk. Hoeft totaal niet met het stukje te zijn dat jij dan niet met die persoon blijft of wat dan ook. Maar het gaat er dan om dat er dan pas een nieuwe shift in jullie verbinding kan gaan komen. Als jij een uitzuivering doet en dan pas gaan die swingsen de pas vooruit zetten. En zul je succes hebben en zul je ook merken dat er veel meer gecommuniceerd is. Communiceerd gaat worden vanuit jouw intuïtie, vanuit engelen, echt vanuit dat hogere goed.
Maar daarvoor is het belangrijk, lieve weegschaal, om wel echt in te voelen van oké, inderdaad, er zit nog iets. Dit kan bewust zijn, dit kan onbewust zijn. Maar al is het onbewust, het gaat in jouw bewustzijn komen. En als het in jouw bewustzijn gaat komen, dan kun je er ook pas iets mee doen. Als jij het nog niet in je bewustzijn hebt zitten, dan zie je dit ook nog niet in. Dan kun je een bepaald verlangen uitspreken, maar zal dit altijd als zwaartekracht er tussenin hangen. Dan zul jij niet tot die verlichting gaan komen. Ik pak als allerlaatste nog een affirmatiekaartje voor jullie. Ik richt mijn aandacht op de zon. Zo valt de schaduw achter mij. Nou, dit vind ik heel erg mooi. Dit is precies wat er hier nu aan de hand is. Je gaat de focus verleggen. Je gaat de inzicht verleggen. Je gaat het op jezelf leggen. Verbindingen die niet van jou zijn, kun je doorbreken. En dan kun je die horizon gaan verbreden. En kun je ook leren ontvangen in een next level verbinding. Dus dit is wel heel mooi. Kan het iemand zijn die jonger is dan jij? Die zelf ook nog het een en ander mag doorlopen. Dus op het moment dat jullie pad gaat kruisen, kan pas zijn op het moment dat jij je stappen doorbroken hebt of je lessen doorbroken hebt en dat hij of zij dat heeft gedaan. Anders zal er een andere divine interventie gaan komen om een van jullie twee verder te krijgen op het pad als de andere misschien al wat verder vooruit ligt. Of een van jullie pad zal vertraagd gaan worden, zodat jullie elkaar kunnen gaan ontmoeten op het moment dat het tijd daarvoor is. Lieve weegschaal, dit was jullie reading voor mei 2024. Laat vooral een berichtje of een like achter als dit jouw reading is. En dan wens ik jullie een mooie periode toe en tot de volgende video. Doei doei!